we've inherited 20th century economies that are degenerative by design. They take us materials, make them into stuff we want, use it for a while, and then throw it away. And this is a linear process. Take, make, use, lose. This is what's pushing us beyond Earth's life-supporting system. De overheersende strategie van onze economie vandaag is er eentje van output- en winstmaximalisatie. Burn-outs van mensen en burn-outs van de hele planeet, dat is wat dit economisch systeem voortbrengt. We moeten stoppen met onze planeet op te gebruiken. We zijn alles aan het plunderen, alle grondstoffen uit de aarde aan het halen. En dat is een eindig verhaal. Ik denk dat het vorige systeem gebouwd is op onuitputbare grondstoffen. En dat heeft heel wat mooie dingen met zich meegebracht. Maar dat is niet echt een systeem die duurzaam is en die kan blijven bestaan. This system does not work. We need to transform the root ideas of economics. Toen ik 14 was, ben ik hier in de buurt komen wonen en toen heb ik de abdij van het park ontdekt en ik vond dat zo'n mooie locatie en ik droomde er toen al van om hier boer te worden. Maar ik kon mij niet vinden in die geïndustrialiseerde landbouw. De hoofdreden is dat er heel veel dingen gebeuren waar ik mij niet kan achterscharen als het gaat over schaalvergroting, grotere velden, minder houtwallen, minder natuur die dicht bij de landbouw is. Ik denk wel dat ik nog heel veel bijgeleerd heb sinds dat ik in deze sector actief geworden ben en dat het er misschien nog erger aan toe was met veel boeren dan dat ik dacht dat het was, vooral op financieel vlak, hoe weinig zij te zeggen hebben over de sector, over hun eigen producten. Dat is toch wel schrijnend soms. Ik heb vissen altijd een zeer interessante diersoort gevonden, omdat ze onder water driedimensioneel kunnen bewegen. En eigenlijk is mijn passie voor vissen begonnen toen mijn moeder mij ooit een aquarium heeft gegeven met een houtvis. En dan is dat geëvolueerd tot aquariums met Afrikaanse cycliden en dit en dat. Ik ben ook fervent duiker. Wij mensen staan dan niet altijd bij stijl dat er zoveel schade wordt brokken dan de onderwaterwereld. En waarom niet? Omdat we het niet echt zien. Maar je het zelf ziet, dat koraal doodgaat, dat de visbestanden achteruit gaan, die plastic in de zee. Als je dat zelf ziet als duiker, dan weet je toch van oké, we moeten er iets aan doen. Ik denk dat heel veel mensen echt niet weten welke kosten er verbonden zijn aan het huidige globale economische systeem. Hoeveel mensen weten dat onze garnalen uit de Noordzee gevist worden en vervolgens per camion naar Marokko gaan om ze daar te pellen en per camion terug naar België te komen. De manier waarop dat we naar onze natuur kijken, is utilitair. We zien dat als een middel om de dingen die we willen te maken, maar verder staan we daar niet bij stil. En staan we ook niet stil bij de eindigheid en de waarde van ons natuurlijke systeem. And those planetary ecosystems are under pressure. We've made tremendous progress in recent years, but it also came at a great cost. And we ignored that cost for far too long. Our compulsive urge for more has irreparably damaged our planet and the systems that keep us alive. In 2020, we had a global ecological footprint of 1.6 planets. We are consuming 60% more resources and ecosystem services than the Earth can handle. Resources intended for our future generations, but which we are already eagerly consuming. We komen uit een tijd in West-Europa na de Tweede Wereldoorlog waar er een heel grote nood was naar materiële vooruitgang. Dus naar die output. Op zich is daar niks mis mee als dat binnen bepaalde contouren gebeurt natuurlijk. We live in some of the world's richest countries, but no matter how rich a country already is, its politicians and economists believe that its success lies in yet more growth. Unfortunately, for those in poverty, the positive effects of this sustained economic growth stay absent.
An ever-increasing share of the wealth ends up with a smaller group of extremely rich people. Who would have thought? And together with wealth, inequality between and within countries also increases. Zelfs de peetvader van het kapitalisme, Adam Smith, die zei dat groei een tijdelijk fenomeen ging zijn. We zijn nu 200 jaar later en we merken dat dat tijdelijk fenomeen nog altijd bezig is. De laatste 50 jaar hebben we daar dan nog eens het neoliberalisme aan toegevoegd. Dat is een soort kapitalisme op steroïden gezet, waarbij het nog sneller moet gaan. En in die laatste 50 jaar hebben we exponentiële groei van zowel bruto nationaal product, maar ook van onze milieuproblemen en ook van onze sociale problemen gezien. So we are dependent upon expecting more growth in every country in the world. And that dependency is pushing us to exploit the living world and indeed exploit people to extract the value that growth demands. Ja, het spreekt voor zich dat ons gedrag en onze keuzes een impact hebben op alle mensen op deze planeet. And here we notice a great imbalance. Because who bears the greatest responsibility for the climate crisis? It is, of course, again, the richest countries. And who is feeling the consequences of that crisis the hardest? You guessed it, the poorest countries. By 2050, an estimated 1.2 billion people will have fled their homeland because of this climate change. They come from regions that have the least resources to protect themselves against ecological threats. Coincidence? I think not. We must dare to acknowledge that the ecological footprint of those who have more is hindering the opportunities of those that have less. Ese modelo extractivista viene también acompañado como de un modelo político y un modelo de control territorial. Entonces ejerce control de diferentes maneras. De una forma armada en muchas zonas del suroeste que desplazó comunidades, que generó miedo y que luego en esas zonas donde ya no había mucha gente que digamos defendiera sus derechos y que como que incentivara pues a las tradiciones indígenas y campesinas que tenían, entonces en esos territorios luego llegaron los proyectos. Entonces se ve que sí hay como una relación entre la violencia y sobre todo la violencia dirigida hacia líderes sociales, hacia defensores del ambiente, defensores del territorio. Dat er dringend een heel goed en ambitieus klimaatbeleid moet komen. Ik heb het gevoel dat eigenlijk eindelijk in het Westen het begin van een beetje meer burgerlijke ongehoorzaamheid aan het aankomen is, terwijl dat al veel langer bezig is in het globale zuiden. We zijn hier in de Groene Dellen. Het is een natuurgebied van ongeveer 100 hectare. Het is een heel waardevol natuurgebied. Het is eigenlijk een oud eikenperkenbos. Ik denk in het voorjaar van dit jaar las ik bij mijn opa in de krant dat de Groene Dellen moest plaatsmaken voor industrie. Het eerste wat ik heb gedaan is eigenlijk een petitie opgestart op change.org. Toen heb ik een Facebook-ad gestart. Met als targeting eigenlijk de mensen rondom de Groene Dellen. En zo is er eigenlijk leek een lopend vuurtje beginnen te gaan, ja. Er wordt heel veel gepraat over de natuur redden en bomen planten en weet ik veel wat. Maar als we al niet hier kunnen beginnen met dit klein stukje, ja, dan hoeven we verder ook niet meer te praten over duurzaamheid als we dit al niet kunnen redden. De economie staat niet los van de mensen en niet los van de natuur. Zo werkt het niet. De economie hangt af van de samenleving en de mensen en wat de mensen kunnen produceren en consumeren. En de mensen hangen dan weer samen met
het natuurlijke systeem en wat het natuurlijke systeem aan diensten levert. En als dat die diensten niet meer levert, zoals een stabiel klimaat, zoals bodems die vruchtbaar zijn, ja, dan valt de samenleving in elkaar en de economie in elkaar. En dat ontkennen is juist de oorzaak van heel veel problemen. We no longer have economies that need to grow whether or not they make us thrive, but instead we have economies that enable us to thrive whether or not they grow. And I believe that is the 21st century existential economic question. To answer that existential economic question, Kate Raworth has invented a completely new economic model. A model that does not presuppose endless growth, but that takes into account our planet and all the people on it. First, there is the internal border, the social foundation. That's us. But a significant portion of the world's population is still unable to meet the minimum of living needs. They don't even have access to certain basic services and rights. With this model, such atrocities are a thing of the past. If there's an internal border, there's an external one too. The ecological ceiling. Our planet has a few essential systems that make life on Earth possible. We need to keep our greedy hands off of those. These two borders shape the model, appropriately named the donut economy. Within it, there is still more than enough room for progress. Only this time, a secret ingredient has been added. Respect. For each other and for our planet. And everything else follows from that, because it immediately changes the shape of progress. No longer that ever-rising line of growth that 20th century GDP told us was the shape of progress, but now it's about thriving in balance between the social foundation and the ecological ceiling. And that thriving in balance invites us to innovate, to create, to reinvent and reimagine a future that enables us to get there. À Bruxelles, on a essayé d'être pionnier dans ce qu'on appelle la transition économique. Et nous avons décidé, en matière économique, de mettre en œuvre ce qu'on appelle effectivement la théorie du donut. Donc avec le donut, ce qu'on va faire, c'est une photographie de l'économie bruxelloise qui va nous indiquer quels sont les impacts sociaux sur les droits fondamentaux des citoyens et les impacts environnementaux de l'économie bruxelloise. Et ça va nous aider à faire ce qu'on appelle la transition économique, c'est-à-dire aboutir à l'horizon 2050 à une économie neutre sur le plan carbone. Les modèles anciens ne nous permettent pas de tout comprendre. Si on prend uniquement le produit intérieur brut, l'indicateur phare de l'économie classique, il ne nous dit pas la santé des gens, est-ce que les gens sont en bonne santé. Il ne nous dit pas si les gens sont bien éduqués. Il ne nous dit pas quel est l'impact environnemental sur le long terme de notre activité actuelle. Je pense que c'est de plus en plus accepté, c'est de plus en plus visualisé. Ça. Je pense que tout le monde commence plus ou moins à le comprendre. Als het over de toekomst gaat, ben ik hoopvol. In de zin dat als we de juiste dingen doen, de koppen bij elkaar steken, dat wij de grote uitdagingen die voor ons liggen, hè, zowel sociaal als ecologisch, dat wij die echt wel kunnen oplossen. Tegelijkertijd zie ik nog niet genoeg samenwerking om op een korte termijn die uitdagingen aan te gaan. Dus als ik één oproep mag doen, focus op wat waardevol is en ga daar samen mee aan de slag. Dus wij hebben een gedeelde machineruimte of een machinepark. Het zijn tal van machines die we gekregen hebben, die we zijn gaan halen in oude bedrijven of bij mensen die niet meer gebruiken. Daar zijn er al wat makers. Yo! Ik maak graag mooie dingen, maar ik vind het nog fijner, of het geeft mij meer voldaan gevoel om ook samen dat te doen met anderen. Ik denk als we samen dingen aanpakken, dat we dan sterker zijn. En het delen van materialen, van kennis, van middelen, is volgens mij waar we naartoe moeten. En dat is ook wat er hier gebeurt in de maakfabriek.
Eigenlijk halen wij maar grondstoffen binnen hier in België van over heel de wereld. Er is zoveel materiaal aanwezig. Er wordt zoveel gecreëerd in deze consumptiemaatschappij. En daar moeten we op een andere manier mee omgaan. Dat is mijn overtuiging, maar dat is ook de overtuiging die hier meer en meer leeft onder makers. Dus eigenlijk, het idee is waarschijnlijk voor de versteviging hier nog in het frame zelf een latje op te lijmen. Ah ja. Dat ze allemaal wel goed verbonden zijn. Dus dat wordt een onderkant en dan zo. Wij werken samen met de Creamwinkel. De Creamwinkel is een winkel naast de maakfabriek waar dat heel veel materiaal verzameld wordt uit de stad. Zij proberen opnieuw te verkopen, maar ze krijgen ook niet alles verkocht. En wij zijn daar nu als tussenschakel om daar materiaal nog te recupereren voor het op de afvalberg gaat. En dat noemen we eigenlijk urban mining. We moeten die filosofie wijder verspreiden. Niet meer direct naar de winkel lopen om iets nieuw te kopen, maar eerst nadenken, kunnen we niet iets duurzamer kopen? Kunnen we niet iets zelf herstellen of hergebruiken? Waar je uiteindelijk ook meer voldoening van krijgt. Daar ben ik echt van overtuigd. Het gevoel van samen aan iets te werken is soms belangrijker, denk ik, dan het gemeten resultaat op de wereldeconomie. En dat geeft mij de positieve energie zo van die Extinction Rebellion-activiteiten of zelfplukboerderijen. We moeten echt af van een model dat geïnspireerd is eigenlijk door mijnbouw, als ik het zo mag zeggen, waar dat je de hele tijd dingen uit de grond haalt en verbruikt en dan zijn ze op, naar meer een landbouwmodel waar je circulair kan zijn en ook moet zijn. Voor ons is biologisch een heel belangrijke minimumgrens, maar wij willen veel verder gaan dan alleen maar dat. Wij willen ook een circulaire boerderij zijn en zo proberen wij zo weinig mogelijk afval te hebben in het bedrijf. Mensen zoeken echt terug verbinding met het land, met voedsel, met de boer zelfs, om beter te begrijpen wat ze eten, van waar het komt, wanneer het beschikbaar is. En in het licht daarvan nemen wij beslissingen hier op het bedrijf en niet in het licht van hoe kan ik zo rap mogelijk rijk worden. Wij kweken omega baars in onze duurzame systemen hier in Creusota. En wij veronderstellen dat we de meest duurzame viskwekerij zijn ter wereld, omdat we afvalwater herbruiken voor tomatensaires en omdat we de vis ook vegetarisch kweken. Wij gebruiken dus geen vismeel of wel de vis uit de zee om vissen mee te kweken. Zodat het wel mogelijk is om heel veel mensen eten te geven op een duurzame manier. Ik vind, als je nu iets doet, moet je het duurzaam doen. En met duurzaam bedoel ik gericht naar de toekomst. Ik denk dat we enerzijds een overheid nodig hebben die grotere beslissingen neemt om de duurzame transitie om die mogelijk te maken. Langs de andere kant merk ik dat we daar niet op moeten wachten. Ik denk dat we klaar zijn, dat er steeds meer mensen aan de slag willen, hun eigen voetafdruk willen verkleinen. Transitie zal er enkel komen door een combinatie van georganiseerd burgerverzet, dan heb ik het over collectieve, burgerlijke, grootschalige ongehoorzaamheid, en beleidsmakers die al vaak mee zijn met het verhaal van economische transitie en die al op goede plaats zitten, bijvoorbeeld in de Europese Commissie, maar die eigenlijk die druk van onderuit nog nodig hebben om hun collega's mee te krijgen in dat verhaal van economische transitie. Il y a énormément d'opportunités pour aller vers le pour répondre aux défis climatiques mais aussi personnellement pour prendre sa part. Of ik denk dat burgers een verschil kunnen maken, nu wel. We kunnen niet alles veranderen, maar ik denk als we echt willen, kunnen we wel heel veel invloed hebben. Wat waarde is, dat is denk ik de kern van de vraag. Wat we al te vaak doen, denk ik, is direct naar dat economisch systeem gaan, maar de onderliggende vraag van wat is waardevol, dat is eigenlijk de vraag die we ons moeten stellen. Many people say, let's be optimistic. And I say, well, wait, don't be an optimist if it makes you sit back and say, we've got plenty of time. Humans are creative. We've got technologies. Don't worry, we've got this. Don't be an optimist if it makes you say that, because we need to be on the case. But at the same time, don't be a pessimist if it makes you give up. If it makes you say, it's too late, we are too many, there's not enough time, it's too hard. Because merely by sitting back and giving up like that, you'll make it true. Be an activator and lean in and be active in every sphere where you can make a change, whether you're a parent at the school gates or a city councillor
Whether you're a voter or a protester, whether you run a small enterprise or you're the customer, we all have so much influence in the way we run our daily lives, in the people we can reach who others can't possibly reach. So lean in and be active in the place where you live and help make this transformation happen.